Jannes, ASV Geel verliest met 2-1 op Antwerp, maar dit is eigenlijk geen schande, hè? Nee, zeker niet. Ik denk als je naar de ploeg van Antwerp kijkt en dan nog wat ze op de bank hebben zitten, ik denk dat deze een fantastische ploeg is en ik denk dat die wel in eerste klas thuis horen. Maar ze hebben het zeer goed gedaan vandaag. Maar ik ben wel fier dat we hier toch nog zo'n prestatie neerzetten eigenlijk toch. Een puntje was misschien op basis van de tweede helft wel verdiend. Ja, ik denk dat de meeste kansen nog wel voor Antwerp was en het balbezit ook, maar het was mooi geweest als we hier een punt kunnen meenemen. We hebben dat vorig jaar ook gedaan en ik hoopte een beetje dat we hier ook een punt konden meenemen. Het had mooi geweest. Jij was er niet bij, vertel eens, wat scheelt er eigenlijk? Ja, ik heb al voor de winterstop had ik al een 8 weken last van iets aan mijn scheenbeen. En het deed eigenlijk ongelooflijk veel zeer, maar ja, ik wou niet stoppen met shotten, ik wou elke match spelen. En dat heb ik ook gedaan, met heel veel pijn. Het was eigenlijk bijna onmogelijk, maar toch blijven voetballen. En ik dacht van, alleen nog doorbijten tot de winterstop en dan zullen we het wel onderzoeken. En dat hebben we ook gedaan tijdens de winterstop, we hebben het onderzocht. En het bleek een scheur te zijn en nog iets meer dan ongeveer 3 centimeter. En ja, dat is eigenlijk ongelooflijk veel, daar kan je bijna niet mee voetballen. En ja, daarom ben ik er niet bij vandaag. Je voetbalt met heel veel pijn en nu met heel veel pijn in het hart de match waar je zo naar uitkijkt moeten missen. Zeker en vast. Deze match wil ik absoluut spelen. Ik zit er al een paar dagen mee in mijn kop van dat kan je dat je deze match weer mist, want vorig jaar heb ik die ook gemist. En ja, ik kan het niet geloven. Voor de match was zeer zwaar voor mij, tijdens de match ook. Ik wou zeker op het veld staan en ik wou de ploeg zeker helpen. Oké, bedankt Jannes Augustijnen. Graag gedaan.